was mij. Stond die daar? Ja. Inderdaad. Ja, hoe is zo? Hallo mevrouw. Hallo meneer. God wonde je. Nou, dat kan u beter vragen aan de auto die erachter staat. Tjonge, jongen. Nou, dan gaan we vragen. Nou, die wijdt zo uit naar mijn baan. Auto, wat is er gebeurd? Doe het eens even vertellen. Ja. Hallo? Nou, weet u wat ik denk? Die ene is eruit geslingerd met zijn mooie open dak. Zeg het maar hoor, ze bijt niet, denk ik. Oh, ze... Ja, het ging echt helemaal nergens over. Hij zegt dat u gek bent. Ja, dat zeg ik al. Kijk hier, toch twee. Tjuppa. Hopsatee. Hopsatee. En dan zegt ze dat... Pas op! God, nom de kanonnen! Heftig allemaal. Super, wat is de rekening van u? Lichte laaiers. Pas op! Dank u. Oh, meneer, past u op daar? Ja hoor, ja. Alles onder controle. Van zijn eigen leven hier, hè. Ja, het is echt supergevaarlijk hier. Ja. Langzaam rijden! De nota betaald? Is goed hoor. Ja. Oh, voorzichtig. Langzaam rijden! Snel, is dan Fred, kom een vrachtwagen dan! Och hemel. Langzaam rijden! Stop! Stoppen! Ja, ja! Oké, okay, hij stopt. Ik kan instappen. Hey, joejoe! Joejoe! Maar wacht even voordat u de weg op bent hoor. Ja, u kunt veilig oversteken nu. Dank u wel hoor. Ja, graag gedaan. Hoi, hey, laat je likken. Geef maar even gas. Ik ben er zo. Paul, wat heet die naam? Wat? Fred. Hallo! Is genomen en hard. Duo. Ja, is genomen, we zijn er al! Hallo! Oké, goed zo. En hard. Ja, daar zag ik. Ja. Tegen de richting in. Wil. Dat ben ik. Leuk klusje voor je. Geen schroeven repareren. Ben je goed in? Ik ben al veteraan, dus jij mag het. Dus. Oh ja joh. Niet zo moeilijk. Godzame. Even kijken welke lampjes er branden op het dashboard. Ja. Hinnen. Tjoe, jongen. Eens kijken, joh. Ja. Wie heeft daar dan nu weer mee gereden? Of joh, er zit een complete wasmachine in hier. Ja. Deze wordt een motor, he. Kanonnen. Wist jij nog niet, maar verschrikkelijk. Ja, dat is niet normaal. Hey, Wil, wat moet je hebben? Dan haal ik het even uit de bus. Wel! Ja! Een nieuwe motormat erin! Een nieuwe motor! Hebben we die mee? Het spaarbordje! Hebben we die meegenomen? Ja, toevallig wel! Ik heb er één toevallig achterin gehoord! Oh ja, hij ligt helemaal links in de hoek! Nou zie ik het! Ja! Lukt het wel? Ja, moet je maar even pakken, maar even! Je bent toch een oude veteraan, jongen! Hey ho! Hey ho! Hier heb je een motorblok! Ja, nou, die moet er nog uit, hè? Oh, ik dacht dat je al gedaan had! Nee, ja. Moet ik hier weer alles doen? Ja. Ken je al helemaal niks? God, monden, je man! Doe jij het dus even? Pak hem er eens even uit! Ja, zou je eerst even losdraaien voordat ik hem eruit pak? Misschien handig! Ja. Hey, anders kun je trekken tot in ons week, maar dan komt hij niet los, hè? Ja, de hele voorkant wat eraf, hè? Wist je dat bij zo'n Range Rover?
Jongen. Schiet toch eens op, ja, man. Van wie is deze wagen? Ik heb je zojuist de roze dildo gevonden. Ik weet niet wat hij daar doet, maar die hoort hier niet. Alsjeblieft. Oh, die is van die agent zeker. Nee, joh. Nee. Jongen, sorry, wat? Alsjeblieft. Ja, de roze dildo. Ja, er zat een roze dildo daaronder, die slang. Oh, kut. Ik weet ook niet wat hij daar doet. Ja, sorry. Zullen we even die oude wegleggen? God, ik was hier Ik was daar kwijt. Ja. God. Jongen. Goed dat we teruggewonnen hebben. Ja, ik zou zeggen, let op waar je nog terug vindt. Ah, nee, die is niet van mij. Ja. God. Paul, was nou, zoiets. Jongen. We hebben de ader al, hij was van Paul. Jongen. Hij was van Paul. Dat heb beslist. Ja. Die gebruikt hem s'avonds wel eens. Doet er slecht mee kloppen, die man. Ja, ik vind het prima. Ja. Zo, dan hebben we die andere boot. Ja, die gaat er nou in, jongen. Moet hem even vastdraaien. Rustig. Ja. Slangklem niet vergeten, want als je zo weer omploft, dat ding. Ja, ik snap hem. Kom op, goed. 1, 2, 6. Dan ga ik even dadelijk mijn doekje eroverheen en dan zie je er niks meer van. Vergeet de koelvloeistof niet? Ja, daar heb ik er net in geschonken. Alstublieft, okay. Hans de Vlats. Hoppakee. Okay. Eens kijken. Hij rookt bij mij nog, hoor. Ja. Ja. Hey Wil! Ja, lalalala, even show maken! Ja! Wil, mijn netvlies rookt hij nog, hè? Ja, jij rookt op mijn netvlies! Wacht even! Jongen. Oh ja, die vloeistof, ja, dat slangetje heb ik niet goed vastgemaakt. Ja. Ja. Godverdomme. Wijn. En vergeet de rekening niet. Minimaal 3000 euro, want er zit niet op motor. Jij zegt het, Fredje. Jij bent de baas. Ja hoor. En wie heeft een kapot gereden trouwens? Oh, dat ziet er weer netjes uit. Wie heeft een kapot gereden? Zo, oh, voor wie is de miljoenennota? Nou, de rekening gaat naar deze meneer. Godver, ren. Nee, naar die daar. Die daar wegrent? Ja, agent, hou tegen, hij boekt hem. Hier, ik kijk heel even van wie die auto is, dan kan je me daarop schrijven. Je is ook galon. Nou. Max Verhaag, dus deze. Godver. Hier, schrijf hem maar uit op die meneer, daar zo. Ja, als het moet, dan moet het. Godver. Nou, wordt dit een dure. Fredje aan de kant, anders heb je een accepteren in je gezicht. Oh, dat mag ook hoor. Fredje, kom dichter. Oh, je hebt toch geld zat. Kom, knuffel. Alsjeblieft. Nou, wel kijk ik erin op. Jezus! Ja! Godverdomme! Zo, wij gaan dadelijk bier drinken, Fred. Hey, ja, high five! High five! Godverdomme. Benders. Ja. High five! Ik sta hier voor lul, Fred! High five! Jongen. Fred, high five! Ik sta hier voor lul! Ja, nou, hier. High five! Ja. Hier, alsjeblieft. Zo. Yo! Let's go! Hey, fijne feestdagen, laat je likken en hou hem nat. Yo! Jongen. Jezus. Oh ja, Fred, jij rijdt. Wacht, even, we moeten hem even maken, Fred, de bus. Even de bus maken. Hey, een fijne avond. Yo, laat je likken. Hondelul. Ik vind wel een mooie wagen. Ja hoor. Dan rijden we maar een stukje mee zo. Ja, goed plan. Nee? Nou, je vertrouwt daar, ja? Ja hoor. Ja hoor. Zo maar een stukje mee over de snelweg en zo. Ja, gaan we doen. Ja? Zijn we weer point. Zelfde weg even keer, ja. Jongens. Zo kan ik toch geen waypoint zetten. Hij de gondel op. Ik kan geen waypoint zetten, dat staat er alleen. Ja, ik heb de gordel op. Nu wel. Ja, doe maar rondje blokkenpark daarna gelijk. Woei! Trap hem op zijn start. Gaan we doen. Heftig. Ja hoor!
met pacemaker. Deze, en de, hoe gaan we daar een fretje uitleggen? Och, och, och. Ik weet het niet. Moet je kijken wat ik ken? Ja, ik kijk. Nee, ik wou een 360 doen, dat ken ik. Ja, dat zag ik. Hoe is? Hey, moet je eens even kijken, jongen. Hé, hey, we kunnen Fredje nou terugpakken, hè? Vertrouw je me? Zullen we taxi bellen en dan zeggen, god, zijn auto kwijt geraakt. Nee, nee, zet, ga naar de HB. Ik heb een idee. Ja. Vertrouw me. Okay. Oh, en dan, is kenting. Ja, we gaan... En dan blijven we toeteren, want het heeft een illegale klakson. Dat is niet eentonig. Dat zal hem leren. Ja, blijven doen, blijven doen. Wat, ik kom eens al aan, hoor. Ja, hoor. Ja, la, 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 la. Ja, la. Ja, la. Ja, la. Ja, la. Ja, la, la, la. Ja, jullie mogen even uitstappen. Ik ben al uitgestapt. Meneer, u ook, Jantje. Je mag even uitstappen. Goedendag, ben Jantje. Hey. Hij is mooi, hè? Helaas weten we dat. Hey, hij is mooi, hè? Even een dingetje. Ja. Ja, je hebt een paar dingen. Je hebt een meertonige klakson. Is verboren. Ja. Is mijn auto zit... niet, hè? Ja, maar dat maakt niet uit. Maar u zit wel achter het stuur. Nee. Ik trek me even door het systeem. Nee, luister. Ja, u zit achter het stuur. U zit meertonige klakson. Trek hem even door het systeem. Kijk maar eens op wie zijn naam dat die staat. Ik ben onnodig te klaksoneren. Ja. Hij bleef hangen, meneer. Ja, hij bleef hangen, dat zag ik, ja. En hij wilde zitten dansen. Geef Fredje maar... Sinds wanneer is dansen verboden? En ANWB, die moet toch weten wat hij op de auto heeft? Die Fredje is gewoon hier al bezig. Ik zeg niet dat dansen verboden is, maar ik zeg alleen dat een meertonige klakson en onnodig klaksoneren gewoon verboden is. Ja, maar dat is die toeter van Fredje, die stopt niet. Die gaat in één keer door. Jullie rijden erin, dus... Wij kunnen niet weten dat hij op een loop zit, die toeter. Nee, maar ja, als je hem één keer indrukt en dan hoor je dat hij die klakson heeft, dan kun je zelf erna gaan dat niet mag. Ja, maar ik... Lukt het allemaal? Als ANWB op dit of de auto heeft... Ja, Fredje, niks aan de hand. Dit is ook een geen goede VOX-status. Fredje, kom eens uit voor de 14. Ja. Je krijgt dat wordt een VOX-status. Je krijgt een bekeuring op je auto. En VOX-status. Illegale klakson. Welke agent is het? En ten derde, je dat staat ook nog midden op straat met die vraag, met dat ding. En commissaris J. Ja, dat is de 01, die bloedhond. Over. Pardon, weet je wat je moet zeggen, hè, de volgende keer als je met de privéauto komt. Wat zei je nu? Je zo weer zakken voor je rijtraining. Ik weet van niks. €80.000. Als ik het nog één keer hoor, dan ga ik je een boete uitschrijven. Ze hebben het over 58 euro boete, Fred. Oh, is hij ook nog bij de politie? Godverdomme. Ja, zet hem maar in, Hoi. Ja, VOX-status, zet hem maar bij dat hij zijn klakson moet veranderen. Ze zeggen dat ze gaan wokken. Ja. Ja, wanneer gaan we wokken? Vind je hier gaat wokken? Nou, hier, deze mag gebokt worden. En anders mag hij de weg niet wokken. Ja, top. Hier moet je horen, mooi man. Hé, als je weer gaat, je mag niet uitstappen, anders ga ik jou een boete uitschrijven. Is dat begrepen? Moet je hem even laten horen. Ja, zet hem ook even die auto, zet hem ook even in de parkeerplaats. Je staat binnen op straat, man. Ja, heel goed. Ik zou over 5800 euro voor Fredje frieten. Ja hoor. Wat is hier allemaal aan de hand? Zo. Ja, meneer, zo parkeren we niet, hè? Hey, Fred, die hebben een bekeuring van 5800 euro. Zo parkeren we niet, hè? Hij staat in één vak. Meneer, bent u de eigenaar? Oké, hij staat in twee vakken, wacht even. Ik verzoek het even om het voertuig even recht neer te zetten, meneer. Bent u Klaas? Wie ben ik? Klaas? Nee, ik ben nog steeds de 01. Oh ja. God, ja. Inderdaad, sorry. Dat lijkt ook allemaal op elkaar. Mijn geheugen laat me toch wel in de steek. Allemaal zo vervelend ook. Nee, daar weet ik niks van. U lijkt er wat op Wil. Dus je moet ook weten dat die klakson niet mag. Dan heb ik hem er niet opgezet. Nee, je hebt zijn tante erop gezet. Nee, maar dan was Jantje weer. Jantje! Maar als we de volgende keer weer horen... Hij naait jou! Oh, ja,
Wat? Hij zegt dat jij die toeter erop gezet hebt. Ik heb geen idee om die Jantje hier goed te laten schrikken. Hey, 01, dat hoorde ik. Dat vind ik niet leuk hoor. Jij zit mij daardoor aan te draaien. Dat heb je een handje van. Wij gaan onze dienst maar draaien. Want, ik vind het helemaal niet kunnen, commissaris hoor. Dat is, van wie is die auto? Niet van u. Dus precies, als, precies. Als meneer Gretel ook nog zegt dat jullie hem zonder toestemming hebben meegenomen, wordt daar gehouden voor voertuigdiefstal. Nou, dat zal er helemaal te donder halen. Maar wij zijn z'n tweeën en ik dat kan bevestigen dat hij toestemming gegeven heeft. Dus, hebben we een toestemming om in jouw auto te draaien? Kom. Ja, ze mochten in mijn auto rijden. Oh. Ik heb niet gezegd dat ze de klachtsom hadden gevraagd. Dat vind ik nou jammer, ik hoor wel zin in wat ze aan het hadden. Ho, er dreigt een gevaarlijke situatie hier. Er dreigt een gevaarlijke situatie. Gevaarlijke situatie gehad, vraagteken. Dus ik moest toeteren. Van wie? Ik wil gewoon toeteren. Op dat kruispunt, die auto hier, daar reden wij tegenaan bijna. Dus ik moest toeteren, dus schoof ik door hier naartoe. Zo is het wel, hè? Ja. Oh, daar, zie je. Geen woord voor horen. Nee, precies. We moesten uitwijken voor die auto hier. Dat ik dat hoor. Dat hebben we al eerder gehoord, dus moet ik dat nog gaan geloven? Ja. Dat is al nu. Kijk, nee, het komt door die auto. We moesten uitwijken, dus we toeterden en we schoven tot hier door. Ja. Dan had u waarschijnlijk geen groen licht. Ja, zeker wel. Zekers. Hallo, wij zijn ook burgerwachters, hè. We hebben ook een overheidsfunctie, hè. Ja, de ene pakt dat iets serieuzer aan dan de andere, meneer. Ja. Ja, wij zijn duidelijk iets serieuzer. Precies, service is onze kracht. Ja, zo is het. Wat voor service? Ja. De service die we leveren. Wat voor service? Jullie krijgen niet zo'n auto op die trillen, man. Hé, hey, dankzij ons staan jullie nu hier, hè. Laat het even duidelijk zijn. Een nieuwe training geven in die dieplader van ze, als ik jou was. Ja. Ja, doe jezelf er ook even een rijopleiding, Pino. Phil, die kocht geen auto openmaken. Die kon de auto niet op de dieplader krijgen, dus hij drukt hem zoet water in. Ja. Volgens mij is dat niet helemaal de bedoeling hoe de ANWB zijn werk wel. Ho. Op uw bezoek. Hij moest van de weg af en hij moest zelf wegrotten. Ja, nou. Hij is van de weg af. Klopt. Ja, wegrotten ja, maar dan moet je hem nog wel meenemen. Hoe kan ik hem meenemen als ik er hier kan zitten? Water, man. Ja, weg is weg. Wil, we pakken dat busje van de wegen van een pleithuis. Ja, goed plan. Hallo. Ja, ik was er weer. Ja. 85 euro. Ja, genomen. We gaan op de melding af, over. Die wil. Ja, we hebben de rijd er voorbij. Rijd er voorbij. Ga even natte scheur roepen. Nou, krijg een natte scheur! Krijg een natte scheur! Pret je daar! Wow. Uh-oh. Hey Giel, hoe gaat ie vriend? Politie. Ja, ik ben op patrouille, hè. Ik heb al even in de Porsche van Fredje gereden. Ik heb al even in een Porsche Cayenne gereden. Hey, wil je een leuk verhaal horen? Wil en ik hebben net ook in de Porsche van Fred gereden. Ja, die is nou aan het wokken. Nee, we zijn voor klaksonerend voor het politiebureau gestaan. Fredje krijgt nou een bekeuring. En wij zijn pletten met het busje. Hey, wil die kerstboom op wielen even weggaan? Ik ga hier rechtsaf. Rechtsaf, ja. Pletthuizen. Die zal er wel van het lonen in houden dan. Nou, dat mag ik dan hopen. Kan niet. Gas zit vast. Help! De gas zit vast. Help! Help! Oh. Hey, stil eens! Je maakt de buren wakker! God, joh! Het gas. Hey, als je nou niet luistert, dan ga je met ons mee. Zet die auto aan de kant. Ja, het gas bleef hangen. Het gas bleef hangen. Yo. Je mag even uitstappen. Ja, het gas bleef hangen, commissaris. Oh, daar komen de hulptroepen. Oog. Zo, u pakt wel uit vandaag.
Ja, als mensen niet gewoon lopen luisteren, dan geef ik dat door. Hebben dus we ik wil graag je rijbewijs zien. Hebben we hem? Nee, ik heb hem niet. Zo heren, hebben jullie niks te doen vandaag? Nou, sorry meneer, maar dit is een geldige reden dat we hier zo snel komen, zoveel agenten. Ja. Ja, ja. Ja, hier is hobby. Het gas bleef hangen. Jantje, kotantje. Lukt het allemaal? Mooi. Nou, kom maar op. Ja hoor, niks aan de hand, Fletje. Ik heb een enorme citybug, dus ik... Allereerst, je rijdt door rood en je stopt nog eens keer het... Je negeert de stopteken van de politie. Klopt, nou, ik zal het u laten zien. Eén moment. Hoge snelheid. Nee, nee, hoef je niet meer neer. Nee. U loopt gewoon neer. U loopt nu gewoon naar achteren. Nee. Geen gemaakt. Als je niet meeluistert, ga al geweld gebruiken. Loop gewoon naar achteren en doe niet zo moeilijk, ja? Ik wil alleen zien dat de gaskabel kapot is. Ja. Daar ben ik helemaal mee eens. Als je mij de kans niet geeft, de rem ja, nee, niks die kans. Nou, voor mij bent u monteur en kunt u dat heel goed zelf maken. Ja, maar niet onder de rem. Toen niet onder het rijden of flapdrol. Dat kent dat niet. Pardon? Flapdrol. FLAPDROL. Goed. Zit er niet op de rem. Doe even de overleg, 602. Niet stoppen voor rood licht. Is goed. Een boete. Ja, een boete, meneer, ja. Meneer, dat nog zeg een koppeling. Ik dan, hè, of niet? Koppeling kunt u ook indrukken. Kom er ook even mee. Pak ook even de boete. Ja, ga ik ook schrijven. Ja, nog meer? Ja, nog meer. 240! Ja. Er zijn vier agenten van de wet. Ik ga doen dat u gewoon door rood rijdt, meneer. Ik ga meneer, je hoeft er niet op te schrijven hoor, maar ook nog een koppeling en een rem, meneer. En voor jouw lelijk hoofd komt er ook nog bij. Zeg het even met. Pardon, meneer. Nou, meneer, u mag ook met me meelopen, dank u wel. Komt u maar even mee. Vrijheid, mag vrijheid voor meningsuiting. Artikel F060A. Meneer, even met mijn collega meelopen. Meneer. 860 euro. Ja, dat is 860 euro, ja. Kijk eens, heeft u uw rijbewijs terug? Mag ik even uw rijbewijs even zien? Waarom? Ik heb niet gereden. Als u weglegt. En dan maakt me geen reet uit. Idee of rijbewijs. Maakt me ook geen reet uit. Zeker, zeker. Meneer, dank u wel. Vermelding. Dan wacht ik even het systeem openen. Ja, open even lekker dat systeem. Dank je, zal ik vooral doen. Ja, succes ermee. Met de linkervoet daar trapt hij de wagen in en het rempedaal en de rechter is voor gas geven. Meneer, Wil. Staan blijven. Ja, ik sta toch. Bij mij komen. Wil, ik heb niet twee voeten. Niet auto. Heb jij ik heb er ook twee. Meneer, naar mijn collega. Meneer. Ja. Ik wil nog even meewerken, anders wordt u gearresteerd. Meewerken, alsjeblieft. Wie gaat daar nog toe? U blijft hier staan, heeft u dat begrepen? Ik ben nog mijn oude antwoord. Ja, ik zei altijd, ik beloof niks. Dan kan ik het ook nooit verkeerd doen, hè? Dan vorder ik u dat hier blijft staan. Doe het op die manier. Ja, je kan vorderen wat je wil. Doe maar even melden, pakken. Ik ga hier even roken. Ja, ik hoor die handje niet. Ja, we hebben hier een Fredje. We worden gearresteerd zo. Nou, ik heb al 1000 euro boete gehad. Systeem, zie ik. Dat is al het wel verdiend. Je zou wel een proces van bal krijgen, meneer. Waarvoor? Waarvoor van niet? Voor het zien hoor. Ik moet zelf even opzoeken. Moet het wordt gezegd in de beschrijving. Kom check. De 013 is terug. Ja, zoek het even op. Ja, een belediging van politieambtenaar. Dus. Artikel A 145. Kom er al, hoor. Wat zei ik dan? Dat is nou, in dezelfde. Dat weet je zelf ook wel. Nee, hey, dan vraag ik aan jou, wat zei ik dan? Met die kutkop. Dat zei ik helemaal niet. Wat een lelijke kop, iets in die richting. Nou, sorry, maar dat gaat er bij mij niet in, meneer. Dat is eigen mening, dat mag tegenwoordig. 2020. Ik zei niet, ik vind of wat dan ook hoor, dus. Ik zei alleen lelijk hoofd. 500 euro. Ja. Ja, dat had net zo goed Jantje kunnen wezen. Ik krijg gewoon een proces voor bal binnen. Binnen 2 weken betalen, anders komen er sancties. Als u er tegenin wil, gaat het achter op de boete. Ach, dat klein beetje geld ga ik niet tegenin. Nou, stom maar in mijn broekzak dan. Ik ben neergeslagen door agent. Precies. Zo, ik wil het meisje weer. Dat is een beetje normaal tegen ambtenaren Kiel, doen. Kiel, doen. Hebben jullie weer een leuk verhaal bij het avondeten. Succes ermee. Avondeten? Ja, ik neem aan dat je vanavond tegen gaat avondeten. Wat van leren. Nou, denk het niet. Nou, denk het wel. Denk het niet. Wat moet ik zien dan, Jantje? Ik zie niks hoor. Ja, maar ik heb de motorkap niet eens niet los. Ja, bij mij wel. Ja, bij mij niet. Nou, kijk maar hier. Wat zei je, Jantje? Oh, au, au! Ik heb 1000 euro boete gekregen. Oh, dat is ding omhoog. Omdat het en terecht. God straf meteen. Dat kan toch niet?
Man, zit er ook niet aan die hendel, man. Dat ding dat valt op mijn vingers. Kijk, zes man politie hebben ze. Zes man, godverdomme. Die motorklap die klappert op zijn handen. Oh, vreselijk. Zes man politie. Ja. Toestand. Godzomme. Oh. Ja, dat is ook moeilijk. Ik had ook zo die klep vallen. Hé, hey, maar zeg je dat? Is ook moeilijk, hè, motorkap openmaken. Ja, jongen. Die sloeg mij zo niet. Ik ken ook niks. Dankjewel. Ik word er wel beter van. Man, wat een gezicht. En terecht, God straf meteen, zeg ik altijd. Die aanbevelers, altijd weer. Ja, hier is een belediging. Wil. Als je nou één keer zo merkt, ga je mis. Dat begrepen? Ik noteer Wil. Ik zeg alleen, God straf meteen. Naar de laatste opdracht ja, met een dieplader komen. Meteen. Dat is een raar afgeslikt worden. Wie wil je daarvoor meenemen? Oké, okay, eventjes een melding maken eventjes van de laatste melding. Was stil. Dan ineens. Dan kan Jules eventjes op pad. Is dat fout geparkeerd? Hey Baywatch, ga lekker over het strand patrouilleren. Kom Friet, vooraf. Ja. En let de vorige keer een beetje op je race. Zo, laatste is van mij. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik vind het kan jammer er niks aan doen. Ik vind het jammer dat we zo uit elkaar gaan. Een koppeling, die koppeling kunt u gewoon indrukken en dan kunt u de handrem erop gooien. We gaan niet zo uit elkaar, Jantje. Je volgt gewoon niet de orders van ons op. Okay. Ja, dan gaan we zo toetreden, dan kunnen we niks aan doen. Dat is ons werk. Kijk, okay, Morta. Goed zo, fijne avond. Ja, krijg een natte scheur. Fijne avond, heren. Pardon? Pardon, zeg. Ja hoor, in de bocht. Je oogje staat het. Ja hoor. Ik zei het je. Kippen. Oh, kulleren. Die auto is ook veel te klein voor al die kippen, hè? Wil ik weten wat u achter het stuur aan het doen bent, of gaan we uitstappen? Ik weet het niet, maar zet daar eens een shaker, vriend. Ja. Ik ga blauw, hoor. Ja? Volgens mij is het gevalletje rukkeritis. Ik weet het niet. Ik heb ook nog eens gezegd. Ik weet het niet, hoor. Oh. Klassieketje. Goeiedag. Was er al wel? Nou, hij hield natuurlijk hem mee op. Hij hield hem mee op? Ja. Uitje. Ja. Er is wel heel veel rook. Het wordt echt categorie blazen, denk ik. Dit. Ik denk het ook. Dat wordt blazen. Ja hoor. Ja. Kan die kap ook los van dat? Ja hoor. Ja hoor. Wil kijken of die kap los kan van dat ik. Hou we doen, vriend. Kijk eens aan. Ja hoor. Kom er maar even bij. Dan wel blazen. En we willen even kijken of dat de kippen nodig zijn. Ja. Kippie. Helemaal niks. Nee. Bent u uw kippen kwijt? De kippen zijn ook weg hoor, meneer. Ja, de kippen zijn ook weg. Ja, kom maar kijken hier. Ze zijn weg, zet geen kip in. We hebben net gekeken, er zit niks in inderdaad. Verdomme, met die auto's die hier reizen. Ja. Wacht, ik zit even in dat busje iets verder daarachter. Dan nemen ze een grotere bocht, hoop ik. Wat heb je met de kippen gedaan? Ik moest de kippen halen nog. Oh, je moest ze nog halen? Oh, joh. Ja. Oh, dan doen we het deurtje weer even dicht. Dat was Jerry Wil, hij heeft de diagnose al gesteld. Ja, hij doet het niet. Nee. Hij doet het niet. Oké, en nou? Ja. Ja, dat wordt blazen denk ik, want we willen de onderdelen wel gaan vervangen. Alleen zijn het een beetje heet, hè. Kom op, maar rook vanaf. Ja, dat heb ik al gezien, ja. Hey, ik heb een goed idee, als u even met mij mee wil lopen. Dan begint het maar, Eddie. Ja, u ziet waar de rook zit, hè? Even blazen, meneer. Ja, totdat wij stop zeggen. Nou. U blaast naar de cabine, lul. Je moet naar de motor blazen. Daar de rookt motor. Het, hè? Godverdomme, de cabine. Ja, jezus. Oké, overnieuw. U staat nog steeds naar de cabine te blazen. Is dat nou zo moeilijk? En u hebt een spin, daar krijg je een paardenhik van. Nou. Even jumpen. Wow, u staat naar de motorkap te blazen, lul. De motor zit hier. Ja, dat blaas ik hem aan, ja. Nee, je blaast niet op. Dan blazen met dat spul. Tot mijn stop zeggen. Ga maar door. Jo, we hebben weer zo'n lijst staan. Doorgaan. Hij wil niet blazen. Doorgaan.
Doorgaan. A few hours later. Ga nou maar even door. Goed, dus lunchtijd. Wat voor auto is het trouwens? Maar dat gebeurt niks, ja. Ja, blijf nog maar even blazen, we gaan even een broodje eten. Ja, even een broodje. Wel. Ja, wat moet je, klote klappen. Ja, wat voor auto is het trouwens? Is zo'n vrachtwagen, zo'n kippending. Zo'n kippenhok, ja, dan moet kippenhok. Die minimaal een half uur blazen, want dat gaat dat niet goed komen. Nee, dat moet... Oh, ambulance moeten we bellen. Ambulance. Ja hoor. Heb je lucht meer? Pak de telefoon. Ik wil even dat even hier, meneer is uitgeblazen. Denk je wel aan de Mexicaanse kippenkeur? Ja, nou, daar ga je alweer. De Mexicaanse kippenkeur is dat, Wil. Ja, maar mij niet uit, zolang ik het maar niet krijg. Ze hebben de goot leggen? Ik heb om een trauma-helikopter gevraagd. Ja, dat is goed. Ben jij echt helikopter gevraagd? Ja. Ja, nou, ja, ja. Geen woord van geloven. Heb je GPS'je gestuurd? Ja, ook al. Meneer, hulp is onderweg als u geluk hebt. Kom, we schuiven hem even. We schuiven hem even op de... Ja, kom maar. We schuiven gewoon even naar de kant. Ik hoop niet dat u aan mij heeft, anders schuren ze nou open. Ja. Ja, en duwen. Hulp is onderweg. God, die klote motorkapper ook. Ja, u weegt wel zwaar hoor. Kan het nooit. U verdwijnt ook in de grond. Oh, eens. Hey, doe eens normaal, jongen, lijpo. Wat een hond. Dat gaan we eens even niet doen. Wat denkt jij nou wel niet? Je zak, hoi. Ik ook. Hoppakee. Wel wat trauma helikopter. Ja, je hebt hem ook nodig hier. Toen een hele bus aan de klote. Halve zol. Hele bus aan de klote. Jongen. Laat me staan, dat spul je. Ja. Laat me staan. Meneer, u ligt er lekker warm bij, hè? Het gaat wel, hè, meneer? Ja. Er is een ambulance onderweg, meneer, hoor. Oké. Ja, mooi. Godskundolde. Weer die hele auto dat ik loopt. Ik heb alleen geen vrachtwagenrijbewijs, maar dat maakt niet uit. Nee. Moet er een pionnen gezet worden of niet? Ja, maak er maar wat moois van. We gaan pionnen zetten. God, die bal die hadden, komt ook niet meer goed met die bal, hè. Denk het ook niet. Ik hoop dat Willem er is. Ik hoop dat Willem er is, ja. Ik zet de vrachtwagen wat dichterbij. Lijkt me genoeg, drie, Wil. Ja hoor. Twee, jongen. Wat drie. Een kritische situatie hier. We hebben hier twee mensen liggen neer. Er moet een trauma-helikopter komen, Fredje. Ja, je zou de politie er ook even bij halen, als het jou was, denk ik. Of niet? Ja, Wil, de politie moet er ook bij. Ja, alles, ja. Waar staan jullie? Op de snelweg of zo? Ja, op de snelweg. Heb je Rijkswaterstaat? Even hierheen. Linker snelweg omhoog rijden. Hij heeft mevrouw met pion. De vluchtstrook of midden op de... Nee. Ja. Gewoon de rechter snel... Vlak voor Polito B in die gevaarlijke bocht. Voorbij de military base nog. Ja, de Dodemansbocht. De Rijksterwaardstad auto is voor onderhoud in de garage. Dan pak je de motor. Dat is goed bedacht, Wil. Ja, hé. Waar blijft die helikopter dan?
Ja, ik weet niet. Geen idee. Oh, telefoon! Ik moet even bellen. Oh shit, ik heb per ongeluk opgehangen. Ah, die bellen wel weer terug. Hallo, met politiemeldkamer. Ja, hallo, ja. Will, AWB. nou hangt die lul zelf op. Dat is een klein foutje. Maar, wij lopen bellen, maar we lopen ophangen. We zijn daar wel praktijken. U heeft een melding gedaan? Ja, er is hier een heftig ongeluk gebeurd. Zijn mensen onderweg? Is er een heftig letsel? Ja. Oké. Okay. Heel heftig letsel. Dan ga ik een prio van maken. Ja, graag. Helikopter onderweg? Ja. Mooi. Hey, weet jij nog wat er gebeurd is? Ik heb geen idee. Ik ook niet. Geen idee. Ik heb gewoon gezegd dat het heftig is. He, komen ze met prio 1. Ik zeg gewoon dat hij te veel gedronken had ofzo. Ja. Weet jij iets? Ik heb geen idee, maar we zien het allemaal wel. Kom wel goed. Ja hoor. Zijn kennen twee medewerkers, hier is er nog een. Maar ik ga even de medeweggebruikers even in kennis stellen. Attentie dames en heren, het kan even gaan duren. Excuses, we zijn van de AWB, alles komt goed. Alles komt goed. Jantje? Ja, spreek ermee. Er staat daar een file, daar krijg je een aparte hik van. Echt waar? Godskeleer, moet je komen kijken man. Hebben wij voor elkaar gekregen met z'n tweeën. Ja, allemaal, geen paniek. Geen paniek. De AWB is ter plaatse, over. Deze is in slaap gevallen. Oh. Hallo, gaat het? Ja, ik weet dat het lang duurt, maar slapen vind ik wel een beetje overdreven. Ja, vind ik ook, we doen ons werk, hè. Ja, hè. Heb u wel een rijbewijs, want u bent er echt een beetje mee aan het schuren nu, hè. Als je maar niet denkt dat ik hem ga maken. Ik ben niet met... Maar gelukkig zijn er ook mensen die wel gewoon fatsoenlijk wachten. Dankjewel, meneer. U verdient te stikken. Ja, hoor. Hoe gaat het met u? Ja, hoor. Duurt wel lang, hè, met die gast. Ja. Die man is al lang dood en begraven voordat ze hier zijn. Ja, die meneer in die rode mini die begon te klagen. Die komt te laat voor zijn Tinder-date. Ja, nou. Ja, kan er ook niks aan doen. Wees blij dat het geen Grindr-date is. Nou, inderdaad. Nou. Dat doet meer zeer, hoor. Wel, dat weet ik niet. Nee? Nee. Nou, volgens Fred wel. Oh. Fred, hoe pijnlijk is een Grindr-date? Ik hoor nog geen ambulance, hè? Ik weet niet waar die prio 1 voor staat, maar het is veel te langzaam weer. Ik ga even kijken hoe het met hem is. Wat een zootje hier. Hallo. Houdt het weer nog een beetje vol? Nou, ik ben bijna dood zometeen. U ligt ook echt op de grond, zeg maar. Als het goed is, is de politie ieder moment hier. Wil wel blijven die helikopter dan? Nou wel, maar dan moet opschieten. Ja, ik ga door even. De politie moet nou echt gaan komen, want die meneer die is aan het doodbloeden. Ja. Maak er maar een crisissituatie van. Ja. Ik ga eventjes schakelen naar het politiekanaal. Ja. Wat is het ambu-kanaal, weet jij dat? Ja, geef bericht. Hier de 03 van politie Haarlem. Wat is de situatie bij jullie? Ja, we hebben hier een bestuurder die aan het doodbloeden is. Dus we hebben echt spoed. Nu iemand nodig. Ja, we zijn onderweg. Blijf u rustig. Kijk wat u kunt doen. Ja, ik blijf rustig. Onderweg. Alleen er ligt er eentje dood te bloeden. Ja, we zijn onderweg. Wil, wat is de ambulance de porto? Nummertje 3. Volgens mij.
Hallo vrienden van de ambulance, hier Jantje van de AWB. Ja, zeg het maar. Jantje. Is die traumahelikopter al onderweg? Nee, ik ben onderweg met E-klasse. Dan moet hier een helikopter naartoe. Die man is aan het doodbloeden. Je moet sneller gaan rijden, vriend, want anders gaat hij dood. Linkersnelweg langs de stad omhoog, net voorbij de military base. Ja Willem. Hey, het is hier één chaos, er moet nu een trauma helikopter komen. Ja, zo wel, maar dan zou het neurologische trauma... Hey, Willem, op zijn Duits, in mijn gradehuis, even vocht maken, hop hop. Linker snel weg en hop, die chopper in de lucht, ben dat ik. Ja, ik ben hier niet bevoegd om te vliegen helaas. Bij deze sergeant, jij mag vliegen. Je bevoegdheid. Vol gas, in mijn gradehuis de lucht in. Gewoon, Willem, in dat ding, onze verantwoording. Anders mag jij het uitleggen om naar deze meneer dood is. Jantje? Ja, dat is niet leuk. Volgens mij is hij al naar de hemel. Kom, Willem. Ik ga eens kijken waar de 12-5 is. Jantje. Ik ga even zoeken. Ja, ik ben bijna te plaatsen, 12-5 dus. Voor de 12-28. Jantje. Willem is helemaal in paniek. Jantje, hij is al naar de hemel. Hij is weg. Nou, ik heb het naar de 05, maar die is waarschijnlijk weer heen, is niet waar. Dit is volgende slachtoffer, daar ligt er nog één niet. Anders slaat er nog even in, trek er nog even in naar de auto. collega? Gericht? Dat kan toch niet, jongens? 12-05 is er niet, dus dat is een probleem. Ik ga niet vliegen, want ik heb er geen privé voor en ik ga dat ook niet doen, anders krijg ik ontslag, ben ik bang. Dan moet je gewoon even... even gauw met een sprint komen, denk ik. Oh, hallo. Misschien. Attentie, ambulance voor de AWB, OV. Geef bericht. Echt? Ja, ik kan u mededelen dat de heer helaas is overleden. Okay. Ja! Is het naar de hemel gegaan. Ambulance! Zo! Goddomme! Wat moeten we nou een dooi hebben? Wat domme de moeder, man! Goddomme! Waar ligt hij? Waar ligt hij? Ja, hij lag voor deze wagen hier, maar hij is weg. Hier lag hij, jongen, maar je bent te laat. Ja, sergeant. Oh. Dat is niet jullie kracht. Nee, je snelheid ook niet. We vragen niet voor niks van... We vragen niet voor niks van een helikopter, hè. Wat moest hij hier dan, jong? Echt. Ja, iets met kippen moest hij doen, zei hij. Ja, en over snelheid gesproken hier, hè, de rest van het korps. Wat een zootje hier, ja. Ja, hoor. Rij maar door, persoon is overleden. Met de 01-apparaat bij de Albi, je moet een training gegeven. Oh. Heren, net op tijd. Hij is al overleden. Hier lag hem, meneer. Dit vind ik niet kunnen. Ik was 1 seconde, maar ook meneer, op 1 seconde te laat. Nou, maak er maar een uur van. Helaas is het persoon overleden van het verkeersongeval. Commissaris B, we hadden gevraagd om een traumahelikopter, maar niemand is bevoegd om in dat ding te vliegen. Dat kent toch eigenlijk niet? Oh, nee, dat is erg lastig inderdaad. Ja, dat is toch tramatisch. Nou kan je het bij ons leggen, hè? Nou kan je het bij ons leggen, maar je had ook gewoon een Zulu in de lucht kunnen gooien, hè? En dat wij dan... De Zulu, wij hebben geen levensmiddelen in de Zulu liggen. Nee, maar die nemen wij gewoon even... Die gaan wij verhuizen naar jouw Zulu. Wat een zootje hier ook. Ja, maar 1 seconde. Ik was 1 seconde te laat. Ja, dat kan gebeuren. Overleden. Ja, inderdaad. Niemand kon vliegen in de helikopter. Oh. Ja, daar haal je. Ja, dat is wel een probleem. Ja, ik was ook bijna overleden. Och, wat nodig, Ritje. Ja, hersenloos die ik niet voor mijn neus had. Maar dat moet toch altijd zijn die helikopter kan vliegen, jongens? Ja, dat lijkt mij ook, ja. Ja, toch? In de situatie. Je moet in alle tijden paraat zijn. Ja, ik kan daar niks van maken, jongens, sorry. Maar leg het dan even bij je leninggevende neer, dat er ten alle tijde een traumahelie beschikbaar moet zijn. Ja, tot de pilotenopleiding. Nou, misschien moet u dat doen. Ho, wacht even. Jij werkt bij de AMBU, hè? Ga je bij de AMBU? Ja, dat weet ik wel. Wat loop je met tegen te spreken dan? Ah, ik mag toch tegenspreken? Je moet gewoon je leninggevende gewoon even aan de oren trekken van dat er ten alle tijde een traumahelikopter aanwezig moet zijn. Wil dat is één grote kleren bent hier, dat weet ik wel. Ja, helemaal mee eens. Nou ja, ik zal het doorgeven en op welke naam mag ik het zeggen? Ja, niet op geen enkele naam, je moet dat gewoon voorstellen. Hoe heet ie? Jantje, hoe heet ie? Door jullie is het nou een persoon overleden. Ja! Omdat er gaat door ons, de ANWB komt toch ook even wat doen? Ja, wat moet ik doen? Ik heb geen...
en de B. Ja, eens wat de ABB is oud, het is de EHBO-doosje. Meneer van de ABB, kijk eens goed, of van de ABU, kijk eens op mijn voorhoofd. Staat daar mafje eens of niet? Dag niet, hè? Dat staat daar. Nee, daar staat hondenlul. Nou ja. Veel. Ja, laten wij de boel maar opruimen. Ja, dat gaat weer niet blub. Dat gaat weer niet blub, Wil. Domme toch. Er zit hey, hij zet allemaal roze dildo's in. Nee, toch? Sorry. Allemaal roze. Dit is een vieze Belg, hé. Weet niet. Godverdomme. Allemaal roze dildo's. Zou het familie van Jambas zijn? Zou het? Goedenavond. Ja. Als het smeerlappen bij elkaar zijn dit. Door het week gaat hij door het leven als een brouwer. Maar het weekend ontwaakt het beest in hem. Maar ik zal het geklungel van Jantje even fixen. Ja, wat jongen klungel! Ja, Jantje. Ja, ik kan toch niet. Ik heb hem al gemaakt. Hé jongens, vergeet niet ons donatiedoel, hè. Voor mijn vrouw rijdt door, sukkel. Wat zeg je, Fredje? Voor de arme beers in Afrika, hè. Oh ja. Rijd toch door, man. Meneer! Ja, oh ja! Jantje wordt meegenomen! Houdoe Jantje! Fred, Jantje is aangereden! Moet de ambu hebben, is met spoed! Vriend! Wat gebeurt er allemaal? Wat een gezak! Jantje ligt plat, met de hak omhoog, hij is aangereden! Kijk hier, met gevaar voor eigen leven stop ik een hele tractor! Bent u wel aan het bellen, meneer, of niet? Ja hoor. Hartstikke mooi. Slower molasses. Jantje. You ain't too ja. Smart, are you? Even zwaffelen. Hoes! Hoes! Vuile hondenlul! Honden. Komt eruit, jonge bollen! In die boer. Hier kom ik! Krijg de hik! Dat is dezelfde, dat is Jantje, of nee, dat is dinges, is dat Wil. Dat betekent weer omdraaien. Ik heb nog nooit op een tractor gereden, Jantje. Ja, veel plezier, man. Hoppakee. En deze ook even aan de kant doen, zo. Hoes. Oh, Jantje, is gelukt hoor. Hoor je me nog? Je bent veilig vriend, ja ik hoor jou nog. Ja oké, okay, gelukkig. I'm about to cry. Ja, hoor. Is de hulp onderweg of niet? Hij is hier ook de stoelen dan aan het doen hier. Oh vreselijk ze. Hij rijdt in ieder geval in een mooiere auto dan daarnet. Klopt. Ja he. Hij is vriendjes aan het maken. Nou, eens kijken wel hoe lang het duurt voor de ambu komt. Maar ik vrees het eerste. Is de ambu al onderweg of niet? Verdomme, wat zijn al die sukkels? Geen idee. Ja, ambu is al gebeld en heeft oprecht gestuurd onderweg. Wil. Ja. Die daar. Als we even voor nood even ook de politie erbij. Als ja, gaan we doen. Die komt. Nee, hoe je politie, meneer Rommel? Ik heb er helemaal aan de knie. Godverdomme. Domme toch! Op! Ik sta weer op! Ik herreis! Wat een ellende, wat gebeurt hier allemaal? Kan je even bellen? Wat is dit hoor? Ik ga... Jantje, blijf even liggen. Jantje, blijf even liggen. Ik ben zo terug. Ja, blijf even liggen, ik heb geen andere keus. Man. Ja, blijf liggen. Jantje, ik hoor de hulptroep al. Ja! Je moet die AWB'ers op de weg zetten, niet in de zijkant. Op de weg met dat ding. Wat doet hij je? Hij moet gewoon op de weg gaan zetten dat ding. Jij gaat ze beuren. Wegwezen gek. Hoppakee. Ga even zitten.
Hup, wieberen! Godverdomme, zo. Ellende! Ja, ik hoor de ambu. Pas op, tropische zuidenbuur, ik moet er langs. Ja, doe maar. Heel goed, Bill. Goed opgelet bij de cursus. Ja, hoi. Wacht even, ik heb nog iets geleerd bij de cursus. Wat toch? Ai, goder! Ja! Ja, kan ook ook hoor, man. Hoppakee. Dat is wel mooier, hè? Jantje, wat heb je nou weer gedaan, Jantje? Ja, ik ben aangereden, meneer. Ik heb last van mijn knieën. Hij is heel hard aangereden. Nou, gaat sowieso mee naar het ziekenhuis, ja, wat je zo aardig vindt. No. Ik hoop je al zo overeind. Moet ik mee naar het ziekenhuis? Ja. Ik heb een hekel aan. Hallo, je zit op de verkeerde plek. Nee, dat vind je lekker. Ga maar door. Nee, dat vind ik niet. Help. Als hij Jezus Christus was, dan had hij nou last van de wederopstand. Toch, nou, of niet? Ja, daar is hij weer. Ja, nou, houd hem maar even vast. Dan, en misschien die andere collega. Bent u ook bevoegd voor anaal onderzoek? Nee, Wil. Ja, wel. Nou, Wil, help eens even. Die meneer moet even... Weet je, weet je hoe zwaar is? Figuur, jij mag even gaan helpen. Wij zijn je ook aan het helpen. Hup, dragen. Handen omhoog en lopen. Hier, over die auto. Hoppa. Oh, soepel. Oh, of daar. Met z'n allen. Even zitten, even zitten. Oh, yo, hè. Yo. Wat je nummer? Ik heb op dit moment geen telefoon. Oh, nou, wij spreken elkaar denk ik nog wel. Midden in een traumatisch ongeluk. Wat je nummer? Oh, schoten gelost. Help. Help. Politie? Schoten gelost. Een schietgebied tussen twee mensen. Twee mensen. Kan iemand politie bellen? Ze zijn nu op de. Nou, ik had de politie juist aan de lijn. Ik kreeg te horen, die gaat even Jantje redden, zeiden ze. Broeder, het kan al een stukje beter. Ja. Kijk, schoten gelost, help. Later. Ja, doei. Jongen, ga nou eens mee. Jantje, wil to the rescue, hoor. Dan moet je kijken wat hij. Hey, hallo. Hallo. Hey, nou even niet klooien, man. Hond, hier, pak aan. Wat is dit? Is de omgekeerde wereld dit? Ah, nee. Hey, anders kan ik je niet helpen, hè? Of wat ga je me nou slaan, man? Wat vind je maar door de balen? Vuile gek. Godtoren. Die pionnen van ons liggen hier. Oh, die liggen overal. Het is hier heel gezellig. Ik moet dat verkeerd zien, dat weet ik niet geloven. Hey, ik heb een idee. Kom even naast mij staan zo. Even een selfie maken. Ja. Gezellig. Even allemaal lachen. Doe even een petje op. Ook alle mensen in de dashcam, even cheese in de chat. Cheese. Ook u bent erbij. Ja, ja. Hoi, ik ben Jantje dan. Stukken mee. Een wonder. Wonderen bestaan, ze gebeuren ook buiten de Efteling. Kijk, dan komt het weer. Dat hij de gekke koeienziekte uit. Ja, de politie komt ook weer lekker op tijd. Wat een zooitje hier. Jantje en Wil zijn op pad, hoor. God, wat ik wil hier door. Het is hier gewoon een bende hier, jongen. Ja, hoor. Je bent een commissaris. Ja. Hé, hey, sergeant, je raadt het nooit. Nou. Grote problemen hier. Moet je kijken wat een zootje. Ja, en we willen meteen een klacht indienen tegen de ambulancepersoneel hier. Wauw, dan jemig, jongen. Wat de Godverdomme, word ik hier opeens afgeschoten door een NPC hier. Ja. Levensgevaar. Ja, agent. Ellende. Hé, hey, Roos. Moet je kijken wat een zootje. Laten we beginnen met de weg vrijmaken, manny. Ja, succes. Ah, wij kijken wel toe. Wacht al even. Als jullie aan met die wagenchef van hier kan zetten. Wacht al even. We zijn goed worden gelost. We gaan hem over. En dit keer is het niet onze schuld. Die andere B, die moet even mee. Ja, die ambulance wil jij even heel even. En die zwart, hè. Oh, eens. We gaan niet op kleur worden. Eens maar stoppen, huis. Niet zo, jongen. Doe even. Dimitri, zullen wij even rustig eerst praten? Ja. Hey, maar even die in het zwart, hè, die moet even komen. Wat is er allemaal aan de hand, jongens?
En Jan is er dan mee. Jan is er even mee. Gretje, er is niks aan dat. Dat is genomen. Nee, het gaat wel weer. Kijk maar. Ik doe wel even dit. Kijk hier. Nee, Jantje. Jantje. Hop eens op. Au. Ja hoor. Klootzak dat je er bent. Doe dat nog eens. Stap maar uit. Zal ik weer richting de stad? Niet meer in je voertuig. Hij wil corrumperen hem eruit. Je mag wel blij voor, hè? Huh? Hoi. Hey. Alles goed? Ja hoor. Ja, wanneer gaan we op date? Waarbij, kun je alsjeblieft dat mooie busje van even aan de kant zetten? Welke die busje hier? Het is hier wel een chaos. Blokkeert een beetje hoor, heel klein beetje. Maar. Een beetje. Goeie stream. We trekken volle straten. Ja, in wat voor zin positief van deze? Jantje, je gaat nu mee. Je kan niet rijden, Jantje. Je kan niet rijden. Ja, dat kan wel. Nee, Jantje, dat kan niet. Dat gaat wel, jongen. Hij heeft een derde been, hè? Moet je wel rekening mee houden. Jantje, ik geef je nu een rijverbod. Een beentje dan, hè? Hé, staan blijven. Ik geef je een rijverbod. Ja, hij heeft een hele grote derde been, toch? Vanwege je been. Ja, spuit hem plat. Kom maar. Hé, niet zo goed mond. Wat grote mond, ik zeg spuit hem plat, dan kun je meenemen. Wim, kom jij bij halen in het ziekenhuis? Ja, ik kom je halen. Oké, nou. Nou, kom even. Zo! Oh! Zonder wat een puin op. Zo, oh! Pas op, explosie erbij! Explosie! Politie! Bel mijn brandweer, oh wacht, die hebben we niet. Pak je spuitbus. Politie, je hebt toch zo'n spuiting? Spuiten. Hoes! Paniek! Ik heb er eentje. Spuiten! Hoes! Oeh! Hey Wil, kom op naar hem, dat is eruit. Kom. Aangenomen, we boeken hem. Nou, kom op. Sarah! We bellen! Wat een kleur! We bellen, pas op! Oh, please, ja, de route! We hebben het mooi gedaan, hè? Hij ooit zo'n kneegezootje bij elkaar. Fredje voor de 05, over. Ja. Situatie zonder controle. Volledig. Die pionnetjes zetten, dat heeft erg goed geholpen, Fred. Ja, die pionnetjes zijn echt levensreddend. Is het waar? Ja. Hou ik even informeren bij de politie? Nee, dat doen wij wel. Wij melden ons nou wel af.